De middeleeuwen. Monniken van verschillende orden trekken Europa in, met de bedoeling het christendom te verspreiden. De Cisterciensers bijvoorbeeld stichten 300 nieuwe abdijen nog tijdens het leven van hun oprichter Bernardus van Clairvaux. Rond 1165 trekken ze vanuit Frankrijk ook naar het noorden en stichten het eerste klooster van hun orde in Noord-Nederland, het klooster Klaarkamp bij Dokkum. Cisterciensers leefden sober. In de begintijd mochten ze geen goud of zilver gebruiken. Ook beelden waren verboden. Hun leven bestond uit bidden en werken. In 1192 trekken 12 monniken vanuit Klaarkamp naar het zuidoosten op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Ze zien 's nachts boven de wierde van Aduard vreemde lichtschijnsels en denken dat dit een gunstig voorteken is voor de vestiging van hun klooster. Op dit moment is de streek dun bevolkt en vochtig, maar heeft zich desondanks door de eeuwen heen gestaag ontwikkeld. Het zeer vruchtbare land heeft een goede opbrengst en de bewoners wonen op zelf opgeworpen wierden. We weten niet of de wierde bewoond was op het moment dat de monniken hem in gebruik namen. In Aduard wordt een tijdelijk klein stenen klooster gesticht met een kapel, een slaapzaal en een eetzaal, van waaruit de plannen voor een groots en heel indrukwekkend bouwwerk zijn gemaakt. Een klooster met het aanzien van een kleine stad. In 1240 wordt de eerste steen gelegd voor de kloosterkerk. Na 23 jaar hard werken door minstens 200 man is de kerk van de Sint-Bernardus-abdij klaar en vindt de inwijding plaats. Bouwen in het jaar 1240. In Klaarkamp is men begonnen met het bakken van de eerste kloostermoppen in Nederland. De techniek van het bakken van stenen was in Italië al bekend. Om kerkmuren te kunnen bouwen met een hoogte van wel 28 meter heb je enorme vrachten steen nodig. Bij voorkeur natuursteen. Maar dat is in Groningen niet te vinden en het aanvoeren zou heel kostbaar zijn. Dan heb je dus bakstenen nodig. En het gebied ligt vol klei, dus grondstof is volop voorradig. De eerste monniken bouwen vele steenovens om miljoenen kloostermoppen te bakken. Het plan. Het kloostercomplex wordt gebouwd volgens een grondplan dat veel vaker is toegepast in heel Europa. De bouwmeester, een lekenbroeder, was daarvoor met zijn zoon naar het klooster in Clairvaux in het departement Aube in Frankrijk gereisd om daar de maten van het gebouw op te nemen. Hij leidt vervolgens de bouw in Aduard en doet dat zo goed dat hij aan het eind van zijn leven wordt beloond met een graf in de kerk zelf. Een uitzonderlijke eer voor een convers, een lekenbroeder. De kerk wordt gebouwd in romano-gotische stijl, die hier ontstond. Een lokale overgangsstijl tussen romaans en gotisch bouwen. Het klooster met haar enorme kerk zal 400 jaar blijven bestaan. Dan wordt het steen voor steen afgebroken en verkocht als bouwmateriaal. Alleen de ziekenzaal overleeft het. Wie 4 gulden heeft, kan 1000 kloostermoppen kopen. Het dramatische van het hele verhaal is niet alleen dat dit bouwwerk in zijn onwaarschijnlijke omvang en schoonheid uiteindelijk al vrij snel met de grond gelijk is gemaakt, maar ook dat er vrijwel geen goede afbeeldingen van de abdij bekend zijn. En misschien wel juist daarom willen we er nu alles over weten. In de afgelopen eeuw zijn er steeds weer mensen geweest die zich hebben ingespannen om de onderste steen boven te krijgen. In 1921 publiceert Rijksbouwmeester Peters een standaardwerk waarin hij alle middeleeuwse kerken in Groningen beschrijft. Hij probeert het Aduarder klooster te reconstrueren. Dit boek inspireert professor Dr. van Giffer vervolgens om in 1941 grootschalige opgravingen uit te voeren. Hij legt het grondplan van het klooster bloot. Op die basis zijn later digitale animaties gemaakt.
Maar we weten tot op de dag van vandaag niet 100% zeker hoe de kloosterkerk eruit heeft gezien. Was het een basiliek of een hallenkerk? Het ligt heel erg voor de hand dat het een basiliek is geweest. Dat is het standaardmodel van de kloosterfamilie waaruit Aduard stamt, hè, Clairvaux. En dan die lijn kun je helemaal volgen via Klaarkamp en andere kloosters waar Aduard uit voortgekomen is. Het geldt eigenlijk voor heel veel andere kloosters, niet alleen uit die kloosterfamilie, maar eigenlijk in het hele noordwesten van Europa. Het is vrijwel allemaal basiliekmodellen. En je kunt in de archeologische fundering kun je dat ook heel duidelijk aanwijzen. En zo is het ook in het opgravingsverslag door diverse experts ook eruit gedestilleerd. Een basiliek dus. Maar dat gelooft niet iedereen. Henk Kooi bijvoorbeeld, die zich baseert op de geschriften van Ubbo Emmius. Maar wie was dat? Ubbo Emmius was historicus en landmeter. En die heeft de geschiedenis van de Friese landen beschreven. En hij heeft met name ook uitgehaald in zijn geschiedenisstudie over dit gebied, over de bijzondere kloosterkerk van Aduard. Hij heeft hem zeer nauwkeurig beschreven en hij heeft waarschijnlijk ook meetwerk verricht. Het moet een kerk geweest zijn met een verhouding van 1 tot 2. En hij heeft de kerk omschreven als een hallenkerk. Een kerk met hoge zijbeukmuren. En een reeks van 18 geweldige zuilen in het schip. En nog eens 8 van die identieke zuilen in de dwarsschepen van de kerk. We zien hier een fragment van de kaart van Braun en Hogenberg uit 1574. De tijd dat het klooster van Aduard nog compleet bestond. Uitvergroting van dat silhouet leverde ons op een gebouw voorstellende de kloosterkerk van Aduard, bestaande uit 1 groot schip met een dwarstransept afgesloten door 1 dak. Dus dit bevestigt voor ons het beeld dat in Aduard, zoals Emmius dat heeft omschreven, inderdaad een hallenkerk heeft gestaan. Was het een basiliek of een hallenkerk? Dat is een hele moeilijke vraag, omdat die kerk er niet meer is. We staan hier nu in de ziekenzaal, we kunnen het metselwerk zien. Maar van die kerk hebben we heel weinig informatie. Hele kleine tekeningetjes op kaarten en een korte beschrijving van Ubbo Emmius. En wat opgravingsresultaten, maar dat is nog te weinig om een echte uitspraak hierover te kunnen doen. Er is dus veel verloren gegaan. Maar er is ook veel bewaard gebleven. Kennis bijvoorbeeld. Het is bekend van de Cisterciënzers dat ze heel knap waren op het gebied van waterbeheer. Dus het aanleggen van sluizen, dijken bijvoorbeeld. Dus het verhaal ging al heel lang, is heel lang bekend, dat de Cisterciënzers eigenlijk de ontginners, pioniers, monniken van Europa zijn geweest. En je ziet bij hun kloosters overal in Europa,
zie je hele ingewikkelde en interessante en ja, goed uitgewerkte rioolsystemen en afwateringssystemen. Het is het begin van de Nederlandse bouwcultuur. De kerk van Aduard is gebouwd op basis van de koningsvoet. En dat maatsysteem is, is te herleiden in de hele opbouw van de kerk. Voeten van 32,5 centimeter en een passus van 1,62 centimeter. De Cisterciënzers waren goed in organisatie, dus in het organiseren van het hele bedrijf op zich. En dat deden ze door te zeggen dat elk klooster dezelfde regels moest hebben. Dezelfde boeken, dezelfde organisatie. En dat ze controleerden elkaar. Dus de abten moesten één keer per jaar naar Frankrijk. Dan werden die regels weer doorgenomen. Dat is een centrale vergadering. Een soort staten-generaal. En dat is heel knap. Zonder e-mailverkeer, zonder telefoon, zonder trein. Moet je dat allemaal maar zien te runnen. En dat lukte. Dat is interessant om te zien hoe dat gebeurt. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Van mijn part kijk je naar evangelische kerken in Amerika. Of je kijkt naar kloosters in Tibet. Of van mijn part naar imams in Teheran. Maar met een beroep op geestelijk heil voor de mensheid. Kun je ook heel veel materie en institutionele macht opbouwen. En dat is interessant om te zien hoe dat in het verleden werd gedaan. Ook om de processen nu ook te kunnen onderkennen. Het klooster is verdwenen, maar we hebben nog een paar hele belangrijke bronnen. Nou, één daarvan is de ziekenzaal waarin we nu staan. Het tweede bestaat eigenlijk uit de opgravingsresultaten. Dat is ook heel uniek. Maar een derde is de kroniek van Ado, de abtenkroniek. Dat is een tekst van rond 1500 waarin monniken hebben beschreven wat de abten van Aduard allemaal hebben gedaan. En daarin staat toch vrij veel informatie over het Aduardenklooster. Wat ik het meest bijzondere vind hier in Aduard, dat is dat de grond nog steeds het verleden naar boven werkt. Dus de grond werkt en mensen die in de tuin bezig zijn, die vinden nog steeds delen van het klooster. Dat zijn stukjes uit een ver verleden. En die stukjes die zijn vaak zo mooi. Dat heeft mij ook enorm geboeid. Aan het einde van de 16e eeuw wordt het klooster door legers in brand gestoken. En maakt de reformatie een eind aan het katholicisme in Groningen. De monniken vluchten. Naar de plek waar nu het Aduarder Gasthuis staat, in de stad Groningen. De kloostertijd is voorbij. En dat overkomt dan eigenlijk die kloosters die hier staan, zou je kunnen zeggen. En dat geldt eigenlijk voor alle kloosters. Die worden opgeheven en ja, vervolgens worden die goederen, zou je kunnen zeggen, ingepikt of in ieder geval in beslag genomen door staten, de gewestelijke overheden. En die gaan er dan mooie dingen mee doen. Nou, rond 1600, met de afbraak van het klooster, zijn heel veel stenen geëxporteerd. De meeste stenen, dus miljoenen zijn verkocht. Dus waar je ook loopt in de omgeving van Aduard, maar ook verder weg. Als je daar kerken aantreft, boerderijen, huizen en in de stad Groningen de huizen, dan weet je, als die huizen gebouwd zijn na 1600 of gerestaureerd, dan zullen die kloosterstenen vermoedelijk uit Aduard gekomen zijn. En we weten ook dat de stad Groningen heel veel bouwmateriaal heeft opgehaald uit Aduard. De Sint Maartenschool, naast het huidige provinciehuis, is voor een deel gebouwd uit kloostermoppen die vrijwel zeker uit Aduard komen. Van de kloostermoppen zijn wallen gebouwd. En huizen natuurlijk. De provincie heeft nog geprobeerd de kloosterkerk, die groter was dan de Martinikerk in Groningen, van de ondergang te redden. Wegens haar indrukwekkende schoonheid. Er werd geld beschikbaar gesteld. Feitelijk een vroege vorm van monumentenzorg. Maar de poging mislukte. Alles voor niets? Nee. De monniken hebben in hun tijd veel voor de omgeving betekend. En we zien, behalve de kloostermoppen, nog steeds vele andere sporen. Het dorp Aduard zelf is ontstaan op de puinhopen van het gesloopte klooster. De monniken hebben het Aduarder Diep gegraven. Een kanaal dat nog elke dag in gebruik is. De Aduarder Zeil, een zeewering, is door de monniken gebouwd. Zij realiseerden in feite de eerste serieuze waterbouwkundige werken in de provincie Groningen. Er zijn vele boerderijen gebouwd in die tijd.
In de bloeitijd bezat het klooster 6000 hectare grond. Het werd gebruikt voor landbouw en veeteelt. Het klooster van Aduard was het grootste en meest invloedrijke van zijn tijd in de wijde omgeving en heeft de streek lange tijd rijkdom gebracht. We weten dat er ondergronds nog veel sporen terug te vinden moeten zijn, maar op dit moment is de kloosterplaats een archeologisch monument. Er mag niet dieper dan 50 centimeter worden gegraven. Zo worden veel geheimen van de Sint-Bernardusabdij in de donkere diepte bewaard. Maar het licht over Aduard dat de monniken eens brachten, zal blijven inspireren.